Goedemiddag, mijn naam is Hans Ludekhuizen. Ik ben van de Rotary Club in Heusden. En wij hebben hier in Heusden vandaag de 5e boekenmarkt. Een boekenmarkt die weer wezenlijk anders is dan andere jaren en die we uitgebreid hebben ook met andere activiteiten. Zo hebben we vanmorgen uitgebreide voorleessessies gehad waar voor de jeugd voorgelezen wordt is uit de boeken. En waar ook voor volwassenen natuurlijk weer genoeg te vinden is op deze boekenmarkt. We hebben in totaal zo'n 11.000 boeken, onderverdeeld in 8 categorieën. En vanmorgen vroeg liepen de eerste mensen al in de stapels boeken te snuffelen naar echt de boeken die zij graag willen hebben. Maar ook gewoon voor uw vakantieboeken kunt u wat boeken meenemen en dan leest u ze en dan laat u ze ergens anders in een bibliotheek of op een camping achter. Dat is natuurlijk ook prima. Wat we verder vandaag hebben, dat is vanmiddag de groep The Street, die muziek maakt van Herman Brood. Er wordt nog een schilderij gemaakt door Herman Joop, die een schilderij in de trant van Herman Brood gaat maken. We hebben een schilderij van mevrouw Wittenberg, dat is een kunstenares hier uit Heusden. En vandaag, vanochtend, tijdens het voorlezen, is er ook door kinderen die geluisterd hebben naar het verhaal, is een mooie schilderij gemaakt wat geveild gaat worden. De opbrengsten van deze boekenmarkt, Boekenrijk hebben wij het genoemd, een evenement Boekenrijk, gaan naar een project in Ghana. En dat heet Schoenmaker blijft bij je leest. Deze stichting is opgericht door de Heusense familie Admiraal, die zich betrokken voelt bij het leven van de straatkinderen in Ghana. En zij willen die straatkinderen een goede opleiding geven, ze een vak laten leren, zodat zij in zichzelf in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan voorzien. En dat betekent dat ze leren hoe ze schoenen moeten maken. Schoenen die daar lokaal in Ghana gedragen en gebruikt kunnen worden. En daarom geven wij de hele opbrengst van deze actie, die gaat naar deze stichting toe. En ook de ondernemersvereniging Heusden en diverse particuliere ondernemers die hebben besloten om een bijdrage te leveren. Op dit moment hebben we vanuit de ondernemerswereld al ruim 1200 euro bij elkaar gekregen. En we hopen daar nog een fors bedrag van de opbrengst van de boeken aan toe te kunnen voegen. Het project Ghana en verdere informatie over deze activiteit kunt u vinden op www.rotaryclub-heusden.nl of op de site pluknujedag.nl. Er is ook nog een speciale site van Ghana en dat is Change to Change, waarbij de toe als een tweetje geschreven wordt. En daar vind je ook alle informatie over het project Schoenmaker blijft bij je leest. Wij hopen veel mensen hier weer te ontmoeten vandaag tijdens deze boekenactiviteit, dit boekenrijk. En natuurlijk gaan we ervoor om volgend jaar voor de 6e keer een dergelijk evenement hier in Heusden te mogen organiseren. Goed voor het project in Ghana en goed voor de samenleving hier in Heusden, want je ontmoet elkaar. De ondernemers, de toeristen, iedereen komt hier bij elkaar en het is gewoon een feest vandaag. Nou beste mensen, hier staan we dan op die vismarkt in Heusden met ons schitterende project uit Ghana. En dat Ghana-project, daar is Maartje, mijn dochter Maartje, is daar nou al 5 jaar bezig met de straatkinderen van de straat te plukken, daar ginter. En er zijn er geen honderden, er zijn honderden straatkinderen die vanuit het noorden naar het zuiden trekken, zo'n 500 kilometer. Stel je voor, van hier naar Parijs op en neer. En dat doen ze, te voet gaan ze op zoek naar toekomst, naar de stad, de grote stad. Nou, erger is er niet. Als je het platteland woont, er is altijd een geit, er is altijd een banaan en een pinda te vinden. Maar in de stad, in de straten, in de sloppenwijken terechtkomen, zonder toekomst, dat werkt niet. Maartje heeft ze ontdekt en die zegt, jongens kom op, we gaan een opleiding, een opvanghuis voor straatkinderen met opleiding als schoenmaker. En hier zie je ze staan, hier staat Maartje en Titus. Titus is zo'n straatjong die is nu al 10 jaar van de straat af. En die heeft ontdekt dat hij zijn opleiding beter af kan maken en aan toekomst kan gaan werken. Hij is ondertussen de voorzitter geworden, hij is een bestuur opgericht daar in Ghana om die straatkinderen van de straat te plukken. Dus hij zegt, kom, we gaan ervoor. Onze straatkinderen halen we hier van de straat en met een beetje hulp vanuit Holland. Dan maken wij daar een schoenlapperij en met Maxima erbij. De krediet, Maxima doet kredietvoorlichting en zo. Dan kan je een bedrijfje opstarten en dan gaan ze mee aan de slag. Dus de straatkinderen die gaan nu aan de slag om hun eigen toekomst veilig te stellen. Mooi is dat, geweldig.
Nee, we hebben een uniek gebeuren. We hebben iets aparts voor heel Nederland. Alle Nederlanders, ik daag jullie uit, beste mensen. Je mag één dag dit jaar mag je kopen. Die dag is voor jou, die is uniek, maar je moet er snel bij zijn, want we hebben er maar 365 dagen dit jaar. En elke dag, die is voor jou. Dus zoek nou je eigen feestdag uit, 25 jaar getrouwd, je kleinkind is jarig, of je hebt een ander feestje te vieren. Koop die dag en doe dat op internet. Pluknujedag.nl. Pluknujedag. Staat gewoon www.pluknujedag.nl en jij pakt jouw dag en dan geef jij je dag een gouden randje. Een beetje met inhoud. Dan krijgt jouw feest krijgt inhoud. Dus geen hebbedingendag, geen dag met allemaal cadeaus, maar het is een dag van jij krijgt je cadeau uit Afrika. Zij maken die schoenen voor jou en je krijgt op jouw feestdag krijg je jouw persoonlijke schoen aangeboden. Nog veel meer dingen komen er uit Afrika voor jouw speciale dag. Nou, wie pakt het aan? Zoek het gewoon op internet, op pluknujedag.nl en je valt in de prijzen. En dan krijgt jouw dag een feestelijk, gezellig tintje mee. Succes ermee. Dit is ons project vandaag en wij gaan ervoor en u ook denk. Succes. En pluk je dag. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've loved a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few. Then again, few to mention, I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the highway. And more, much more than that, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, babe, when there was doubt, I ate it up, spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, it's still subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. Did it my way.